Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 22 november. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. De dag dat Nederland kan veranderen, want vandaag mag Nederland massaal naar de stembussen. En ik vind het wel heel spannend, want wat gaat Nederland kiezen? Ik heb mijn moeder gemachtigd, dus mijn moeder die gaat voor mij stemmen. Dus dat had ik al mooi geregeld. Dus dat is fijn. Dus daar ben ik wel blij om. Maar ben wel benieuwd wat eruit gaat komen. Maar dat zullen we vanavond ergens al wel een beetje horen wat de eerste peilingen zijn. En dan zal morgen de uitslag wel officieel binnen zijn. Want volgens mij mag je wel tot 9 uur stemmen of zo vanavond. De eerste stembus ging ook al om 12 uur vannacht open. Vraag ik me ook wel echt af. Zouden er mensen zijn die om 12 uur gaan stemmen? Ja, wie weet dat misschien dat je later dienst hebt gehad van je werk. Dat je denkt, nou weet je, ik ga er gewoon gelijk langs. Ik kan me toch niet voorstellen dat mensen vanuit huis dan al naar stembus gaan. Tenzij je misschien helemaal geen tijd hebt om te gaan. Je hoort het misschien aan me, maar ik ben heel erg verkouden en het is in één keer begonnen. Gisteravond begon ik in één keer heel erg pijn in mijn keel te krijgen en ik dacht, goh, wat is dit nou weer? Want ik snapte niet helemaal waar het vandaan kwam. Gisteren natuurlijk naar de deur uit geweest met de boodschappen, maar ik had wel gewoon mijn sjaal goed om. En nou ja, goed, nu in één keer ben ik toch wel heel verkouden. En ik heb heel erg keelpijn en toen lag ik gisteravond in bed en toen begon ik al heel erg te niezen en snotterig te worden. Dus ik ben nu gewoon, ja, een goede verkoudheid zit erin. Dus ja, dat maakt je een beetje moe. Ze zijn ook hier buiten met van alles dingen bezig, iets met straten en zo. Daar beginnen ze al best wel vroeg aan en dan, ja, dan word je er ook wel een beetje wakker van. Dus ik ben gewoon niet helemaal fit, maar ja, het is ook wel een beetje de tijd van het jaar. Hoort er een beetje bij. Ik heb gisteravond politie Rotterdam gekeken met Ewout. Het is wel weer een spannende uitzending. Ook wel heftig, wel veel bloed en zo vaak erbij. Het was ook al de tweede week op rij dat iemand zijn behoefte in zijn broek had gedaan. En ja, het is toch best wel bizar om te zien waar je dan allemaal mee te maken krijgt hoor. Maar goed, daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik de vlog in elkaar gaan zetten. Het is allemaal gelukt. De eerste keer opslaan ging verkeerd. De tweede keer opslaan, toen had hij geen goede doorloop. Toen heb ik hem nog een keer opgeslagen en toen ging hij goed. Dus hij staat in ieder geval opgeslagen. Dus die zorgen heb ik nu niet. Dan hoef ik alleen nog een thumbnail te maken. Even mijn laatste foto's bewerken. Dan kan ik mijn blogpost schrijven en dan kan de vlog vanavond ingepland worden. Dus dat is top. Daarna ben ik Ferry gaan kijken en ik heb vanavond de laatste aflevering. Dus ik ben wel benieuwd. En toen ben ik begonnen met Een Moord Kost Meer Levens op Videoland. En ik zat er niet meteen lekker in. Ik moest heel erg wennen. Ik zag bijvoorbeeld Erik de Vogel. En ik kan die man toch niet loszien als rol van Ludo Sanders. Hij heeft hier natuurlijk een andere kledingstijl als die hij draagt als hij de rol van Ludo speelt. Hij had hier een bril op. Hij rookte ook. Maar ik kan hem gewoon niet loszien van Ludo. Ik weet het niet wat dat is. Ik vond het ook allemaal een beetje verwarrend. Ik kwam er niet meteen goed in. Ik begin nu een beetje op zijn plek te vallen. Het zijn ook maar 4 afleveringen. Dus ik ga toch wel proberen verder te kijken. Want ja, ik moet gewoon even kijken hoe ik daar verder in kom. En toen ben ik naar bed gegaan. Toen heb ik mijn boek uitgelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Ik zit er alleen aan te denken om misschien vanavond een kruik, of gewoon even een half uurtje voordat ik naar bed ga, een kruik in mijn bed te leggen of een uurtje of zo. En dat ik dan een lekkere kruik heb, want het is mijn slaapkamer is heel erg koud, omdat het daar gewoon heel erg tocht. Dus dat gaat gewoon niet lekker. Daar ga ik even over nadenken. Ik ga de woonkamer doen en dan ga ik nog even in mijn bullet journal aan de gang. En ik heb jullie weer een keertje meegenomen met het maken van de foto's voor mijn blog. Ik weet dat sommigen van jullie dat wel leuk vinden om te zien, dus ik dacht dat kan ik wel weer een keertje doen. Dat ga ik jullie laten zien. Dus ik ga nu even mijn dingen doen. Ik heb niet heel veel energie om wat te doen. Maar ik ga muziek aanzetten en dan hoop ik dat het weer een beetje goed komt. Dus ik ga ook even de was aanzetten. Dus tijd om even aan de gang te gaan.
huis is weer klaar. Het ging allemaal best wel pittig, want ik voel me nu ook steeds voller gaan zitten. Ik krijg ook een beetje hoofdpijn erbij, dus ik denk dat ik zometeen eventjes een aspirintje neem. Dan ga ik toch even relaxen. Ik had de zuin nog aan het eten. Normaal gesproken wat ik even tot ze uitgegeten zei. Maar ik merk gewoon dat ik gewoon echt even heel graag de bank op wil onder een kleedje. Omdat ik me gewoon echt niet fit voel. Dus, maar het is allemaal wel klaar. Ik heb eigenlijk niks meer met bullet journal gedaan. Ik had er gewoon geen fut meer voor. Ik wil even nog wat andere dingetjes gaan doen. Een was eraf gehaald. Ik heb er een was in zitten. Die moet ik, als die straks klaar is, even kijken wat er in de droger kan. En de rest moet even uitgehangen worden. En ik ben er gewoon voor nu eventjes een beetje klaar mee. En ik merk gewoon van nou, moet ook goed zijn. Die keel gaat steeds meer zeer doen. Dus ik ga zometeen gewoon eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Daar heb ik wel heel veel zin in. Vanavond, nou dan ga ik eten. Dan ga ik Goede Tijden kijken. Vanavond heb je niet het perfecte plaatje. Omdat ze dan een programma over het stemmen doen. Omdat natuurlijk nu iedereen volop aan het stemmen is. Dus ik ga even Zeeman Confronteert terugkijken van gisteravond. En dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik zorgen dat de vlog ingepland wordt. Ga ik mijn blogpost schrijven. Misschien nog wat doen aan de foto's van vrijdag. En dan ga ik verder kijken. Een moord kost meer levens. En dan ga ik lekker naar bed. Ga ik nog even een nieuw boek uitzoeken. Maar ik denk wel even dat ik mijn kruikje dus mee ga nemen naar bed. Ik denk wel dat het goed is. Misschien even wat extra warmte. Ik heb gisteren ook voor het eerst die mannendeel geprobeerd. En het werkt op zich wel, alleen 's nachts houd ik je niet droog. Ik doe het dan niet meer op voor ik ga slapen. En dan merk ik wel dat dat niet echt werkt. Maar dat is misschien ook wel logisch. Dat het best wel warm is met slapen. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Ik ben echt benieuwd. Want het voelt ook echt aan alsof het heel koud is. Wat ik nog wel even moet doen vanavond. Het is 6 graden en het regent. Even mijn nagels bijwerken, want ik heb wat lelijke plekken. En ik moet morgen een video opnemen. Dat kan ik dan niet handelen als ik hele lelijke nagels heb. Maar goed, dat ga ik dus doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ben nu niet zo heel veel meer waard. Ik ga nu echt even in de relaxmodus en even wat drinken en even tot rust komen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 23 november. Ik ben klaargemaakt. En ik ben zo blij dat ik vandaag de deur niet uit hoef, omdat ik zo verkouden ben geworden. Dus ik was nu heel blij dat ik dinsdag al boodschappen had gedaan. Het kwam natuurlijk zo uit. Kijk, als ik wel de deur had uitgemoeten, dan was het niet anders geweest. Maar ja, ik ben er wel blij mee. Ik heb op zich wel een goede nacht gehad. Ik had voordat ik ging slapen eventjes een kruik in bed gelegd. Dat was wel heel erg lekker warm, zodat mijn bed een beetje opgewarmd was. Zodat ik gewoon in een lekker verwarmd bed terecht kwam. Ik heb een aspirintje genomen voordat ik ging slapen. Gisteravond heb ik nog op van die antiflu-snoepjes gezogen. Die heb ik opgezogen, zeg maar, voor mijn keel. Dat was ook weer eventjes een soort momentje. Want toen dacht ik ook weer eventjes aan mijn opa. Die had ze ook altijd. Maar volgens mij had hij groen en ik heb oranje-roodachtig. Maar die zijn gewoon heel goed voor je keel. En ik wist niet of ik ze nog had, maar ik had ze dus nog. Dus dat was top. Gewoon je merkt dat je neus wat voller zit. Ik heb ergens vannacht of zo ook een keer mijn zakdoek gepakt. Want ik moest mijn neus even snuiten. Maar het is gewoon een verkoudheid. Dus het komt wel weer goed. Gisteravond heb ik naar Zeeman Confronteert Stalkers gekeken. Pittige aflevering wel. Het begon eigenlijk met een mevrouw. Die werd gestalkt door een cliënt van haar. Zij werkte als schuldhulpverlener. Het leek als eerste instantie best wel een voorbeeldige cliënt. Alleen hij begon heel raar gedrag te vertonen. Als zij op vakantie was, dan vond hij dat haar collega's het werk niet goed overpakten. Oh, ik moet niezen. Hij komt niet. Nou ja, die stalking die ging steeds nader voor hem aannemen. Zelfs als hij een andere functie kreeg, bleef hij haar bellen en e-mailen en als hij zij dan niet terug zou bellen, dan dreigde hij zichzelf wat aan te doen. En op een gegeven moment werd het stalken, zeg maar, anoniem. Maar toen werd ook haar gezin erbij betrokken. En toen was het dus aan het team van het programma om te kijken of dat dit dezelfde persoon was als de cliënt, zeg maar. Nou, uiteindelijk was dat zo. Er heeft niet echt een confrontatie plaats kunnen vinden, want uiteindelijk wilde de politie hem oppakken, maar ze wilde niet samenwerken met het programma. Thijs heeft het eerst geprobeerd, die heeft bij hem aangeklopt, aangebeld en ook nog gezegd, het is je laatste kans om je verhaal te doen.
Maar hij deed niet open en uiteindelijk heeft de politie de deur opengebroken en hebben ze hem meegenomen. Dus dat was het verhaal. Ik heb nog een stukje van de verkiezingen gezien, want daar had je zo'n heel debat, of nou, geen debat, maar zo'n heel gesprek over gisteren. Want rond 9 uur kwamen de exit polls binnen en toen werd eigenlijk duidelijk wie de grootste partij van Nederland is geworden bij de stemmingen. Heel veel mensen zijn hier best wel van geschrokken, maar ja, ik denk ook aan de andere kant, Nederland heeft gesproken en dit is wat Nederland graag wilde. Dit is wat de meeste stemmen heeft opgeleverd en we gaan het wel zien wat het de komende tijd gaat doen allemaal. Er moeten nu toch eerst gesprekken plaatsvinden om een coalitie te vormen en dat soort dingen. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Nu heb ik mijn blogpost geschreven, ik heb de vlog ingepland, thumbnail gemaakt, alvast wat foto's voor het artikel van morgen gedaan. Toen ben ik de laatste aflevering van Ferry gaan kijken. Die vond ik best wel pittig, moet ik zeggen. En daarna Moord kost meer levens. En toen ben ik naar bed gegaan om ook te lezen, dus dat was het. Ik ga nu zo even een video opnemen, want dat heb ik natuurlijk nog niet gedaan. En er moet wel gewoon voor zaterdag een video zijn. Dus ik ga even stofzuigen, de bakken doen, dan ga ik de video opnemen. Dan ga ik met een nieuwe diamond painting aan de gang. Dus lekker eventjes een rustig dagje maken. Eerst even vlees uit de vriezer halen, want ik heb nog vlees. Die moet er nog even uit voor strakjes voor het avondeten. Maar ik heb gewoon schnitzels, dus ik haal er even uit. Dus dat ga ik even doen. Was alweer leeg. Het was ook wel te verwachten met de video opnemen. Dat gaat meestal wel hard, maar het is allemaal wel gelukt. Ik ben alleen de bon kwijt. Ik moet alle prijzen even op internet opzoeken, want ik weet niet waar ik de bon heb gelaten. Ik dacht dat die gewoon onder in de tas zat. We hadden twee andere kleine bonnetjes, maar de grote bon niet. Maar goed, dat komt wel goed. Ik ben dus met een nieuwe diamond painting begonnen en ik ben nu met die van de Vibra bezig. Alleen het verschil is dat je die van de Vibra, de achtergrond hoef je niet in te kleuren. Maar je moet wel heel goed kijken, want je hebt dus echt heel veel steentjes krijg je wel, maar dan denk je bijvoorbeeld bij nummer 5, ik heb gewoon twee zakjes, maar dan heb je twee verschillende kleuren. Dus dat is wel opletten, maar goed, daar moet je eventjes een beetje goed naar kijken. Ik heb dat nieuwe hulpstukje gebruikt dat ik toen op AliExpress had gekocht en dat werkt echt super goed. Kun je de steentjes echt super netjes mee rechtleggen, dus dat is heel fijn, dat is wel even leuk. Ik heb even zo'n snoepje weer opgezogen, dat gaat ook wel goed. De katten zijn nu de laatste blokjes aan het opeten en dan ga ik zo eventjes lekker relaxen. Ik ga straks de nagellak eraf halen, want die is echt heel lelijk geworden. Ik had hem gisteren even bijgewerkt, maar je ziet het vooral hier dat hij heel erg beschadigd. Dus ik kan er lekker af. Dan ga ik lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik even waar is mijn erfenis. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik alle foto's afmaken. Ik hoop al een begin maken met de blogpost. En dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken, maar ik heb nog geen idee welke. Dan ga ik nog weer verder met de serie op Videoland. En dan ga ik lekker weer die kruik in mijn bed leggen. En dan ga ik lekker naar bed toe. Ik hou mijn zakdoek er een beetje bij. Ik moet af en toe eventjes mijn neus snuiten, maar we komen er wel weer doorheen. Op dit soort momenten had ik eigenlijk wel zin gehad in een soepje, maar ik had niet meer echt wat. Ik had geen balletjes meer in huis. Een soep zonder balletjes is natuurlijk niet lekker. Tenminste, ik hou er niet van, laat ik het zo zeggen. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu eventjes nog wat drinken en dan ga ik eventjes lekker de bank op, want ik heb het nodig om eventjes lekker in de relaxmodus en in de rustmodus te gaan. Dus ik zou bij deze dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 24 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb mijn haar eventjes op een hele gekke manier vastgezet, want ik had niet zo zin om dat haar in mijn gezicht te hebben. En ik moet straks de slaapkamer poetsen, waar ik echt onwijs tegenop zie. Omdat ik me dus niet fit voel, maar ik ga het wel gewoon doen, want ik weet gewoon hoe ik ervan geniet dat ik vanavond in een schoon bedje stap en dat ik morgen gewoon lekker kan uitslapen en niet eruit hoef. Dus
Althans, niet vroeger uit hoef, moet ik zeggen. Ik moet er wel een keer uit natuurlijk. Maar nou ja, goed. Dat vind ik wel gewoon lekker. Ik heb net weer eventjes mijn ibuprofennetje genomen. Ik moet even boven een doosje pakken, want ik heb er nog twee liggen hier. Dus die neem ik nu wel standaard in. Ik moet wel zeggen, de hoofdpijn is wel wat minder. Die keel die wordt ook wel wat beter. Maar ja, ik zit nog wel gewoon een beetje vol, zeg maar. Maar dat komt ook wel weer goed uiteindelijk. Het is ook best wel een koude dag, want het is heel erg aan het regenen. Er is vandaag ook wat winterse neerslag voorspeld, wat natte sneeuw. Nou, ik weet niet of dat gaat vallen, maar dat gaan we wel zien. Maar het regent in ieder geval wel heel hard en het waait ook heel hard. Ik was net op de slaapkamer en daar waait het dan super hard naar binnen, omdat het daar dus niet zo heel goed geïsoleerd is. Ik heb gisteravond gewoon naar Goede Tijden gekeken. En daarna heb ik, waar is mijn erfenis gekeken, ook wel een bijzondere zaak. Toen heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik gauw verder gegaan met het bewerken van de foto's. Ik moet nog even een paar nieuwe maken, want daar ben ik dan niet tevreden over. Ik heb al een groot deel van het artikel in elkaar geschreven, dus dat is ook wel fijn. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie begonnen. Ik weet daar de naam zo niet van uit mijn hoofd, dus ik zal hem even in beeld neerzetten, want vaak kan ik die naam ook niet uitspreken. Toen ben ik verder gegaan met Een moord kost meer levens. En het bizarre is, ik zit nu in aflevering 3, er zijn er letterlijk 4, en nu begin ik het pas te snappen. Ik zat in ieder geval op aflevering 1 meteen in, aflevering 2 ook niet in, maar aflevering 3. Nu ga ik hem meer voelen en nu heb ik er nog eentje. Dus ja, fantastisch. Maar goed, toen ben ik naar bed gegaan. Ik had weer lekker dat kruikje in mijn bed gelegd. Het was zo bizar, want ik pakte hem zeg maar op. Om het water opnieuw erin te doen. Ik gebruik dan wel gewoon het water. Wat er al in zat, dat kook ik gewoon een keer opnieuw. Ja, ik heb een lipstick op en ik heb nu het gevoel dat er een haartje bij hangt. Daarom zit ik een beetje te plukken. En dat water was gewoon nog een beetje warm. Maar ik dacht, nou, kook het gewoon nog een keer opnieuw. Weet je, het gaat toch in een kruik. Dus dat was wel heel lekker. Er komt nu eventjes een heel flauw zonnetje de bocht om kijken, die er bijna niet doorheen komt, omdat het zo donker is in de lucht. Nou, toen heb ik mijn boek gelezen. Toen ben ik lekker in slaap gevallen. Ik was ook wel moe. Ik heb op zich ook wel goed doorgeslapen. Dus dat was wel prettig. Ik merk wel dat het met die warmte gewoon echt helpt. En ja, heel veel mensen zweren ook bij een elektrische deken. En dat moet je ook zeker doen als je daarvan houdt. Ik vind het een beetje zonde van mijn stroom, zeg maar. Ik heb er vroeger wel altijd eentje gehad. En ik merk eigenlijk dat dit... Yes, ik heb hem. Met een kruikje ook heel goed werkt, dus dat was wel heel lekker. Maar ik heb nu dan wel weer wat meer koud. Maar god, ik moet zo dus poetsen. Ik zie er wel tegenop, maar ik weet gewoon dat ik heel dankbaar ben als ik het strakjes klaar heb. Ik had trouwens nog een heel lekker Teddy huispak gekocht. Ik heb eigenlijk niet echt huispakken, maar toen zag ik deze. En deze is van Teddy Stof. Die had hem in 2 kleuren. Ik heb dus een zwarte in maatje SM genomen. En ja, dat leek me zo lekker warm. En ja, gewoon 's avonds. Ik zit het liefst ook gewoon lekker in een trui en in een lekkere relaxbroek. Dus dat is prima. Ik heb de afgelopen dagen ook alleen maar water gedronken. Spa rood en water. Ik moet zeggen, daar word je op een gegeven moment wel een beetje gaar van. Maar voor je keel is het wel het beste. Ja, ik ga nu gewoon eventjes hier stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik eventjes aan de gang in de slaapkamer en ik ga jullie meenemen. Dus de eerder ben ik ook klaar als ik nu lekker aan de gang ga. Verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, want er is niet echt heel veel gebeurd meer in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Waar ik heel blij mee ben is dat ik mijn smaak nog heb. Dus ik proef mijn eten nog. Ik had gisteravond schnitzels. Dat waren de laatste uit de zak die Tom en Lidl had gekocht. Dus ik wil eventjes nog een foto maken van de zak. Dat ik daar nog weer een keer naar op zoek kan gaan. Dat ze zo lekker waren. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval nog wel proef. Dus dat is wel heel fijn. Goed, genoeg gepraat. Tijd om aan de gang te gaan. Thank you.
ben klaar. Ik heb inmiddels ook alle lampjes aan. Want ik kwam gewoon rond een uurtje of 4 uur eventjes de kamer in om naar de keuken te gaan. Om mijn doekje nat te maken. Ik neem nooit de emmer mee naar de slaapkamer. Want ik ben wel eens bang dat de emmer per ongeluk omstoot. Dus ik loop liever een paar keer extra naar de keuken toe om mijn doekje uit te spoelen. En toen zag ik al dat het best wel donker was. Ik denk, nou, we gaan eerst lampjes aan doen. Het regent ook heel erg. Kijk, ik zie nog geen natte sneeuw. Maar als je op mijn raam kijkt, zie je gewoon heel goed de regendruppels. Ja, buiten zie je het niet erg, maar je ziet het wel op het raam. En nou ja, prima. Het is me uiteindelijk toch wat meegevallen. Ik dacht echt dat het me mega zwaar zou vallen, het schoonmaken. Maar eigenlijk keek ik op een gegeven moment op de klok. Ik denk, nou, ik ga eigenlijk best wel lekker snel. En ja, ik heb er natuurlijk ook zo'n routine in dat ik gewoon precies weet wat ik doe. Maar ja, het viel me eigenlijk uiteindelijk toch nog wel mee, gelukkig. En ik zag er zo tegenop, maar ik ben wel heel blij dat het nu klaar is. Ik heb even paracetamol naar beneden gehaald. En nou ja, de katjes hebben nu net lekker gegeten, dus dat is ook allemaal prima. Ik ga zo wel even op de bank, want ik ga eventjes lekker relaxen. Want ik ben wel heel zat en ik merk ook gewoon dat ik, omdat je zo vol zit, dat je het gewoon sneller zat bent. Ik heb nog even tussendoor wat gedronken, want ik had die Powerpuff Girl fles, die zeg maar drinken koud houdt, die had ik gevuld en naast mijn bed gezet met het oog erop. Nou, mocht ik nou een keertje vannacht een keertje wakker worden en ik heb dorst, dan hoef ik niet eruit, maar dan kan ik gewoon daarvan wat drinken. Dus daar heb ik ook even wat slokken van genomen, die was nog lekker koud. Nou, vanavond is gewoon tijd voor de Masked Singer. Ik ga eventjes hard verder met mijn blogpost en een paar foto's nog doen en mijn video in elkaar zetten. Dan ga ik weer verder met de Netflix serie en daarna nog even Videoland kijken. Ik ga nu niet die serie afkijken, die kijk ik zondag af, want ik kijk op in het weekend meestal wat een andere serie. Maar dan denk ik wel weer dat ik met mijn kruikje naar bed toe ga. Ik vind het wel heerlijk hoor, weer lekker een schoon bed. Dat is wel heel fijn. En dan ga ik nog even mijn boek lezen en dan ga ik lekker slapen. Het is vandaag trouwens Black Friday. Hebben jullie nog aankopen gedaan met Black Friday? En nou ja, goed. Heel veel mensen vinden het ook altijd wel commercieel. Ik weet het ook nooit zo goed of het allemaal klopt, maar het zal allemaal wel. Nou, ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Op deze zaterdag, het is vandaag 25 november, ik ben klaargemaakt. Ik moet even een shout-out geven naar deze trui. Ik zal even naar mijn spiegel lopen, want ik heb dus deze trui aan. Die heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Hij komt bij de Action vandaan. En deze trui, daar wil je in leven. Hij is zo lekker fluffy. Ik hoop dat het een beetje goed overkomt. Ik heb het licht aan. Het ziet er niet heel fantastisch uit, maar het is heel donker. Maar het is eigenlijk gewoon zo'n trui die wat langer zit. Die je dus heel leuk kunt combineren met een legging, maar ook met een broek. Er zitten zakjes in. Er staan hele leuke sterretjes op. En hij is zo lekker zacht. Hij heeft heel erg zacht materiaal. Hij is ook aan de binnenkant heel zacht. Ik moet wel zeggen, het is wel een truitje waar ik een beetje in ga zweten. Maar hij moet toch na 1 dag dragen in de was. Maar hij is zo lekker en hij zit wat langer. Dus ik ben er echt helemaal weg van. Ik kan er dus bijna in. Ik kan er dus bijna in leven, zou ik bijna zeggen. Nou, ik heb gisteravond gewoon weer naar de Masked Singer gekeken. Kijk, en dan kom ik weer hier. Is het licht weer zo verschrikkelijk? Ik weet niet wat het is. Nee, het is allemaal net niet. Ik heb gisteren dus naar de Masked Singer gekeken. Ik was helemaal verbijsterd. De ene persoon, dat kon ik gewoon niet weten. Ik heb die naam wel eens horen vallen, maar ik kende deze persoon gewoon niet. Ik had er ook geen gezicht bij. Maar die ander, zo, die had ik niet zien aankomen gewoon. Ik wist niet dat deze persoon echt nog zo goed kon zingen. En nou, ik was zo verbijsterd. Ik zei tegen mijn moeder, ik zeg, dit meen je niet. Nou, mijn moeder had ook helemaal niet verwacht. Ik zat in een hele andere hoek te denken qua namen. En het ging helemaal niet fantastisch. Maar nou ja, goed. Het was ook niet iemand die zong. Maar ik vond het wel heel grappig. Ik had het zo niet zien aankomen. Dus nee, het was echt heel tof. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de video in elkaar gezet. En ben ik aan de gang gegaan met de blogpost. Ik heb hem helaas niet afgekregen. Ik zat wel heel erg met mezelf van, oh, zal ik hem gaan afmaken? Dat ik de laptop nog mee naar bed neem. Maar ik dacht op een gegeven moment, nee, je gaat het ook gewoon niet doen, weet je. Ik ben natuurlijk al niet helemaal fit en ik heb last van die verkoudheid. En ik had zoiets, nou, dan doe ik het morgen, weet je. En dan komt hij gewoon 1 dagje later.
Ik heb altijd wel heel erg de neiging om dingen af te willen maken. Maar ik moet ook een beetje zeggen, als het niet lukt, moet ik op een gegeven moment ook kunnen zeggen van, nou oké, het is goed, weet je. Je doet het gewoon eventjes. In dit geval doe ik het vandaag, maak ik het af. En ik had gewoon de fut niet meer. Ik was op een gegeven moment ook wel een beetje gaar van zo lang achter de laptop te zitten. En nee, ik denk, ik stop ermee. Dus nou goed, dat was, ja, ik baalde dan wel een beetje van, maar het is even wat het is. Er zijn hier een paar poesjes aan het klieren. Ik ben daarna weer verder gegaan met de Netflix-serie en ik vind hem eigenlijk wel heel goed, al moet ik er wel even goed inkomen, want het is af en toe een beetje verwarrend. Toen ben ik nog even Videoland gaan kijken en toen ben ik lekker met mijn kruikje naar bed gegaan en heb ik lekker mijn boek gelezen en toen ben ik lekker gaan slapen. Ik moet zeggen, het gaat met de dag wel iets beter. Ik hoor natuurlijk nog steeds wel aan mijn stem dat ik goed verkouden ben. Maar het is niet meer. Het zit allemaal best wel los op zich. Ik moet alleen af en toe wat meer hoesten en zo. Maar verder gaat het eigenlijk prima. Alleen, ik heb steeds last van hoofdpijn. Dus elke keer als ik buk, dan gaat mijn hoofd. Die doet zeer, zeg maar. Dus ik zit nog steeds wel aan mijn. Ik heb hem hier liggen. Deze is toevallig liggen. Ibuprofen. Maar ja, ik ga ervan uit dat het de komende dagen alleen maar beter kan gaan. Ik heb vandaag eigenlijk niet heel veel op de planning. Ik ga een beetje rommelen. Ik heb wat kleine klusjes. Ik wil eigenlijk even de kleren in de handwas doen. De nieuwe kleren die ik de afgelopen tijd heb gekocht, die doe ik dan even in de handwas. Dan kan het. Ja, ik vind het gewoon lekker om eerst even te wassen. Ik ga een pepernotenpot maken. Het is even een probeerseltje. Ik had natuurlijk in de vorige vlog laten zien dat ik een pot had gekocht. Toen zei ik, ja, ik wil hem gaan beplakken met stickers. Toen had ik het er met mijn moeder over en die zei van, ja, kun je er geen raamstickers op doen? Dus dan zei ik, nou, ik weet niet of dat werkt. Maar later dacht ik, eigenlijk is dat een supergoed idee. Kijk, als het werkt. Ik weet niet of het werkt. Het is natuurlijk wel een pot van glas. Maar als je er raamstickers op doet, dan kun je ze gewoon nadat dat feestmoment geweest is, haal je die er weer af. En dan kun je bijvoorbeeld met kerst kun je er ook weer een pot van maken. En met Pasen kun je er een pot van maken. Eigenlijk overal waar raamstickers van zijn, van die feestdagen, kun je dan eigenlijk een leuke pot van maken. Dus ik hoop dat dat werkt. Dat ga ik gewoon eventjes proberen. Want ik dacht ook, als ik er gewone stickers op plak, en zo'n pot moet ik natuurlijk na afloop, als die leeg is, afwassen, dan weet ik gewoon dat dat niet werkt. Weet je, dat gaat gewoon niet lukken. Want dan gaan die stickers, die worden heel lelijk. Want stickers kunnen over het algemeen niet tegen water natuurlijk. Daar moet je volgens mij speciale stickers voor hebben. Dus dat wil ik even proberen. Dus ik ga gewoon een beetje rommelen. Ik ga jullie gewoon een beetje meenemen vandaag. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga eerst even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik dat eventjes doen. Dus tijd om eventjes aan de gang te gaan. Nu heb ik hier de raamstickers erbij gepakt. Maar ik heb het meestal opgeplakt. Het enige wat ik nog over heb zijn pepernoten en snoepjes. Nou, op zich is dat ook prima. Maar ik had het echt wel leuk gevonden als er nog iets van Sinterklaas of zo bij zat. Maar ja, ik heb letterlijk alles al opgeplakt. Nou ja, dan gaan we dit er gewoon opplakken. Ik kan altijd nog kijken of ik nog wel iets van een leuk boekje zie. Dat ik het later nog iets erbij kan plakken. Maar ik vind dit toch wel heel karig. Maar goed, ik ga dit in ieder geval erop plakken van wat ik nog over heb. Ja, ik weet niet of het echt gaat blijven zitten, maar ik moet het natuurlijk even opdrogen, want het is nu nog een beetje nat. Maar het ziet er op zich wel heel gezellig uit. Zo, ik hoop dat het blijft zitten. Ik zal hem gelijk ook vullen met pepernoten. Ik dacht dat ik dat meer nodig had, maar eigenlijk is het ook wel leuk om alleen pepernoten, snoepjes en hartjes te doen. Dus ja, ik vind het wel heel gezellig. Ik had op de bovenkant nog iets willen doen, maar dat is een beetje, ja, boos. Ik denk dat laten we dat maar niet doen. Ik ga hem even vullen en dan gaan we wel zien of het blijft zitten of wat. We'll be right back.
Zo, hier zijn de broekjes inmiddels op. En ik ben zelf eigenlijk ook een beetje op. Merk wel dat dingen doen me nog best wel veel energie kosten. Ik heb gelukkig wel even het een en het ander kunnen doen. Die handwas die hangt in ieder geval, dus die was al lekker klaar. Ik zie alleen dat die trui niet helemaal goed hangt. Die moet ik nog eventjes weer goed ophangen. Nieuwe wasrek hangt. Ik vind het gelijk echt heel mooi om te zien. Ik merk gelijk hoeveel beter die is dan mijn oude. Dus die staat bij de kant met spullen die weg kunnen. Ik heb boven het een en ander opgeruimd. Nou, de pot van de pepernoten vind ik eigenlijk hartstikke leuk geworden. Het was eigenlijk een heel goed idee van mijn moeder. En ik kan eventjes kijken, want het is nu droog. Ja, ik kan het even laten zien. Wacht. Kijk, straks konden ze nog een beetje bewegen. En nu zie je dat ze niet meer kunnen bewegen. Maar je kunt ze er heel makkelijk weer afhalen. Dus eigenlijk is het wel een superleuk idee. Ik kan het niet zo heel goed zien, omdat je nu lekker met het licht zit. Maar ik ben wel blij met het resultaat. En ik hoefde eigenlijk geen stickers bij te halen, want het was genoeg. En dit is prima. Kijk, en dan kan ik volgend jaar bij Gezondheid en Wel zeggen, joh, ik doe het weer anders. Ik plak er bijvoorbeeld een Sinterklaas bij of een Piet. Maar ik vind het voor nu eigenlijk wel heel gezellig geworden. Dus echt super goede tip van mijn moeder. Ik zal straks wel eventjes een foto ervan in de groepsapp gooien. Want ik denk dat het wel leuk is. Maar het is in ieder geval fijn om te weten dat het werkt. Dus mocht je een pot willen versieren, dat je het dus ook gewoon heel makkelijk kunt doen met... Met raamstickers. Ik ga nu eventjes lekker relaxen. Want ik ben echt... ik heb weer wat meer hoofdpijn. En ik voel me... Ik klink ook weer wat banaler voor mijn gevoel. Dan ga ik straks lekker douchen. Vanavond is de laatste aflevering van Flikken Maastricht. Dus eindelijk zal ik weten wie de mol is. Ik ben heel benieuwd. Ik heb wel het idee dat ik ernaast zit. Want ik zag gisteravond al dat er wat gespoilerd werd. Dus ik denk, oh, gauw doorspoelen. Want dat wil ik niet zien. Ook heb je vanavond Ajax. Dat ga ik ook kijken. Ik denk nog even een spelletje doen. Dan ga ik sowieso denk ik even de video van het boek in elkaar zetten. Misschien wel een deeltje van de vlog dat ik het gewoon ga gokken. Ik vond het dinsdag ook wel heel veel om het allemaal weer in één keer te doen. Ik had gisteren ook wel weer problemen met alles. Dus nou ja, het liep niet zo lekker. Dan ga ik eventjes mijn blogpost afmaken. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. Nog even Videoland. En dan ga ik weer lekker met mijn kruikje naar bed toe. Dat bevalt heel goed. En dan ga ik mijn boek lekker lezen. Dus dat wordt ook de avond. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker in de relaxmodus. Want ik ben nu gewoon een beetje moe. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 26 november. Ik zit even lekker op de bank hier naast het tijgertje. Ik heb het best wel koud. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Ik ga het heel eventjes bekijken. Ik denk... Ja, het is 7 graden. Het is zwaar bewolkt inderdaad. Het regent ook steeds. Op zich wel gezellig. Ik heb vandaag weer wat meer last van mijn stem, zeg maar. Die af en toe een beetje weg is. Ik zal straks weer even zo'n antifluusnoepje nemen. Want die verzachten echt wel heel goed. Mijn moeder dacht eigenlijk dat ze niet meer zouden werken, omdat ik al best wel last van mijn keel had. Maar ik moet zeggen dat het best wel goed gaat. Ik heb gisteravond gekeken naar Flikker Rotterdam. Even serieus. Ik was een beetje in de war. Ik ga heel even mijn camera aan de oplader leggen. Ik ben zo bij jullie terug. Zo, de camera ligt nu even aan het snoer. Dus hij kan opladen en ondertussen kan ik gelukkig eventjes filmen. Maar ik had het over Flikker Rotterdam. Ja, ze hadden eigenlijk in aflevering 1 kwam het al vrij snel naar voren dat er een mol in het team was. Want er was dus iemand van de politie overleden en dat klopte allemaal niet. En dat heeft dan eigenlijk, het hele seizoen speelt dat mee. Het is een beetje de rode draad in het verhaal, omdat er een mol is. Ik heb eigenlijk heel snel gedacht dat het Carolien was. Ik vond haar gewoon wat verdachte dingen doen. Dus ik zei tegen mijn moeder, nou ik denk dat zij het is. Mijn moeder die dacht dus dat het Heinenberg was. Dus ik zei tegen mijn moeder, ik zeg nee, dat geloof ik niet. Maar goed, het ging dus het hele seizoen een beetje door. En toen was dus vrijdagavond de laatste aflevering. En toen zei ik tegen mijn moeder van, oh, we hebben de laatste. Dat was wel ja, heel jammer, want het is gewoon een heerlijke serie om naar te kijken. Maar toen zag ik dus ergens, las ik dus, oh, hij was dus de mol. Dus ik dacht, snel verder, want ik wil het niet weten. Maar toen dacht ik wel, oké, ik zit er dus naast. Het is dus geen vrouw. Dus toen zei ik tegen mijn moeder, ik zeg,
Ik denk dat ik het nu weet. Ik zeg, ik ga toch voor hooi. En dat is dus de baas van het hele spul, zeg maar. En eigenlijk een soort van hoofd, ja, hoofdcommissaris, weet ik ook niet of je het zo noemt. Want hij zat niet in een politiepak. Hij liep ook altijd in zijn eigen kleding rond. En ja, toen kwam er dus uit toch wie de mol was. En ik was toch een beetje confused, zeg maar. Ik zal het niet verklappen, want ja, misschien zijn er nog mensen die dus dit willen kijken. Maar ik had dit zo niet verwacht. En ik was gewoon een beetje in de war. Maar goed, het was wel een heerlijke aflevering, maar veel te kort. En ja, het is gewoon jammer dat het nu afgelopen is. Daarna heb ik eventjes gekeken naar Ajax. En dat ging ook lekker. We moesten tegen Vitesse en we hebben met 5-0 gewonnen. Dus dat was wel heel fijn. Ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gedaan. Daar kon ik nu weer wat verder mee, dus dat was wel fijn. En nou, toen ben ik nog eventjes, eigenlijk heb ik alleen de boekenvideo in elkaar gezet. En ik heb nog wat nieuwe boeken binnengehaald. En toen ben ik eigenlijk mijn Netflix-serie gaan kijken in Videoland. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen, maar ik kon eigenlijk niet zo goed in slaap komen. Ik heb wel een uur wakker gelegen. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt, dus prima. Nou, ik ga zometeen gewoon even de groente afhalen als ik stofgezogen heb en de bakken heb geschept. Dan ga ik daarna even... Oh, daar zie je iemand aan het tikken. Ergens. Dan ga ik nog even wat opruimen en dan ga ik daarna eventjes de foto's maken weer voor deze week. Dus dat is voor nu eigenlijk de planning. Ik zal straks wel even de fotospullen laten zien, maar verder ga ik jullie niet echt meenemen of zo, want dat doe ik eigenlijk nooit op zondag. Dus dat is voor nu de planning. Dus ik ga de camera even wat laten opladen en dan ga ik eventjes hier wat doen. Ik heb even alle fotospulletjes bij elkaar geraapt. Ik ga de Fix and Last 14 Hour Makeup Fixing Loose Powder proberen. Deze heeft een matte blurring en waterproof effect, dus ik ben wel benieuwd. Hij is van Essence. Dan heb ik hier de facial roller. Die heb ik bij de Action gekocht. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar of dat die een beetje gaat bevallen. Dus dat ga ik ook eventjes doen. Ook wel lekker om te gebruiken. En dan heb ik hier de kerstcollectie van Catrice. En hier komt ook een video van online. Ik ga hem gewoon alvast doen, want het is natuurlijk alweer zo december. Dus ik heb hier de oogschaduwpaletten. Hier de drie lipsticks. Deze. Dan heb ik hier de twee cheeklighters die ik ga proberen. En de drie nagellakjes. De rode, de gouden en de blauwe. Dus hier ga ik nu eventjes mooie foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo, ik ben klaar. Ik heb boven nog even wat gedaan. Dat ging op zich wel prima. Ik had de Harry coverts ook even door de midden gedaan, want diegene die je koopt, die hoef je niet te punten, maar die zijn best wel lang, dus ik had ze door de midden gedaan. Maar toen pakte ik dus een bakje uit de kast en die vond ik toch nog wel erg een uienlucht te hebben. Dus die heb ik eerst bij de afwas gezet, die ga ik nog een keer goed afwassen. Verder eigenlijk heb ik... Nou, de foto's net lekker klaar. Ik heb geïmporteerd. Dat ging eigenlijk ook allemaal wel prima. Dus dat is eigenlijk allemaal wel goed gegaan. Katjes hebben het lekker gegeten. Mijn maatje zit hier en daar nog wat mee te eten. Dus die moet ik even in de gaten houden. Want eigenlijk wil ik dat niet. Want zij heeft nogal de neiging om te gaan spugen dan. Dus dat moet ik wel eventjes in de gaten houden. Ik heb er even zo'n snoepje opgezogen. Dus het gaat nu iets beter. Maar die stem blijft een beetje. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik kijken naar Hudson en Rex. En daar heb ik wel zin in. Daarna undercover in Nederland. Ook altijd wel spannend. Ik ga nog even verder met Disney Dreamlight Valley. Dan ga ik mijn nagels doen, mijn foto's bewerken. Netflix kijken, nog even Videoland kijken. En dan ga ik nog even mijn boek lezen. En dan denk ik dat ik snel zal slapen, want ik ben nu al heel erg moe.
Maar goed, dat ja, zal de tijd leren. Ik zal me vanzelf van de week wel iets beter gaan voelen. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. En dan ga ik even de camera verder nog opladen. En dan zou ik bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 27 november. Ik ben klaargemaakt en het is echt ijskoud. Het is 3 graden buiten. Er zijn buien voorspeld. Het wordt vannacht min 1. Ik heb zelfs al gehoord dat er in bepaalde delen van het land sneeuw is voorspeld. Nou weet ik niet of dat ook in het gebied is waar ik woon. Volgens mij niet. Maar er is wel wat slecht weer op komst. En ik heb nu al wat dunner truitje aan. Maar dat komt puur omdat ik met chloor aan de gang wil. En ik durf eigenlijk geen gekleurde kleding meer aan te trekken met chloor. Omdat ik dat ja, de vorige keer helemaal heb verpest. Dus vandaar dat ik nu maar eventjes een wat dunner truitje heb aangedaan. Maar het is dus goed koud. En ik zie buiten allemaal mensen lopen. Want ze zijn hier aan het werk. En dan denk ik, oh, die lopen allemaal in die kou. En dan, oh, wat zullen die blij zijn als ze straks lekker warm binnen zitten, denk ik dan. Maar goed. Het is Cyber Monday, noemen ze dit, hè? De dag na, de maandag na Black Friday is altijd Cyber Monday. Nou, ik heb gisteravond gekeken naar Hudson en Rex. Mooie uitzending. Ik heb geloof ik nu nog 3 afleveringen en dan is het seizoen klaar. Maar nou, was mooi. Daarna heb ik Alberto Stegeman gekeken. De Cover in Nederland was ook de laatste aflevering al. Ja, ze brachten nu iemand met het gezicht in beeld. Die hadden ze ook al eerder ja, te pakken gehad. Maar die was dus doorgegaan met de oplichtingspraktijken. Dus ja, die brachten ze nu maar met het gezicht in beeld. Ik heb ook mijn nagels gedaan en ze zijn blauw. Ik moest er eventjes aan wennen, maar ik vind het eigenlijk wel een heel tof kleurtje. En dat is dat lakje van de kerstcollectie van Catrice. Deze. Ik kan de naam zo even niet lezen. Die zal ik wel eventjes in beeld neerzetten. Maar ik vind het wel een heel tof kleurtje als ik er zo naar kijk. Het is wel leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb al een deeltje van de vlog in elkaar gezet. Toen ben ik lekker de Netflix-serie gaan kijken. En toen had ik de laatste aflevering van Een moord kost meer levens. Maar op het einde zag je zeg maar ook nog even hoe het dan nu met die persoon ging. Want het is dus wel een waar gebeurd verhaal. Ik had toch een paar puntjes van kritiek. Het speelt natuurlijk best wel af in de jaren 70. En dat kon je een beetje zien aan de manier van filmen. Ze kunnen tegenwoordig wel een beetje de manier in beeld brengen dat het dan ook echt een beetje ouderwets lijkt. Nou, je ziet het ook aan de kleding natuurlijk. Alleen ik vond ook het geluid heel zacht. En het geluid had voor mij wel wat beter gemogen. En ik had gewoon bij bepaalde dingen, dat was makkelijker geweest als ze het meer hadden benoemd. Want daar moest je nu een beetje naar gaan zoeken. Ik heb toch echt nog achteraf, toen ik de serie uit had gekeken, eventjes op Google wat dingen nagekeken waar ik toch niks van begreep. Dus het is niet allemaal heel lekker overgekomen. Ik zat er ook pas in bij aflevering 3. En we hadden 4 afleveringen. Dus ja, ik denk dat er verbeteringen in hadden gezeten. Maar dat is mijn persoonlijke mening, hè. Misschien dat jij kijkt dat je denkt, ik zit er meteen in. Maar ik had het gevoel helaas niet. Nou, toen ben ik mijn warme bedje ingegaan. Want die was opgewarmd door de kruiken. Ben ik mijn boek gaan lezen en toen lekker gaan slapen. Want ik ben ook gewoon heel moe. Ik ga zo wassen. De kattenbakken doen, de gang en de douche. Ik heb dus nu een tochtrol voor de voordeur neergelegd en je merkt het meteen, want als ik dat ding dan eventjes oppak om de voordeur open te doen, dan is die gewoon echt ijs en ijskoud. Dus dan merk je echt wel dat er veel tocht doorheen komt. Maar goed, ik ga jullie meenemen. Ik ga in ieder geval nog een paar van die snoepjes even opzuigen, want ik heb echt weer, ja, die verkoudheid wil nog niet echt minder worden. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ja, tijd om even aan de gang te gaan. Thank you.
Zo, de katjes hebben inmiddels lekker hun eten op. Die zijn nog even aan het nasmikkelen. Ik heb ook alles klaar. De kattenbakken zijn lekker schoon. De gang is lekker schoon in de douche. De was is opgevouwen, dus dat is fijn. Ik heb er nu nog eentje in zitten. En als die straks klaar is, kan ik die ook weer verwerken. Kunnen wel wat dingen van in de droger, maar niet alles. In ieder geval fijn, dan heb ik dat weer een beetje rond. Maar de wasstand zit nog wel vrij vol, dus ik moet woensdag gewoon weer wassen. Maar nou, heb ik in ieder geval weer het een en ander gedaan, dus dat is wel lekker. Ja, ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen, want ik ben het weer een beetje zat. Ik heb een beetje buikpijn en nou, ik heb wel weer twee van die snoepjes opgegeten. Maar ik heb een beetje het idee nu dat het misschien van die snoepjes komt, dat ik daarvan last van mijn buik krijg. Ik weet het niet zo goed. Ik weet niet of dat het opwekt, maar het zou kunnen. Nou, dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond heb je wel gewoon goede tijd. Je hebt nu het programma heet. Dan gaan ze terugkijken op Chateau Meiland met beelden. Dan gaan ze zelf Chateau Meiland kijken. Want het echte seizoen is nu afgelopen. Dus misschien is dat ook wel grappig. Ik denk dat ik dat wel even ga kijken. Dus ik sowieso nog wel even gamen. En dan ga ik mijn blogpost schrijven. Je video inplannen. Daar moet ik nog een thumbnail van maken. En misschien nog even verder met de vlog verder in elkaar zetten. Ik moet even kijken hoe het loopt. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken die echt super spannend is. En dan ga ik even kijken of er nog iets anders leuks is op Videoland wat ik ga kijken. Want ik ben natuurlijk door die serie heen. En dan ga ik lekker weer met mijn kruikje naar bed. En dan ga ik lekker mijn boek lezen. Ik ben benieuwd hoeveel graden het nu is. Ik weet niet waarom ik daar zo... telefoon ligt daar. Obsedeerd door wordt. Maar ik vind het zo gezellig. Ik zag nu dat ze van het weekend hadden ze bij de mensen aan de overkant ook heel gezellig al kleine kerstboompjes neergezet. En de sterren, dat ziet er dan heel gezellig uit. En ik zit te denken om aanstaand weekend mijn kerstboom op te zetten. Nou, het is ook 2 graden, nu sneeuwbuien. Nou, ik zie nog geen sneeuw gelukkig. Maar, oh, vanaf 5 uur sneeuw staat hier. Nou, we gaan het zien. Ik ga jullie in ieder geval dan gewoon morgen zien, want ik ga nu niks meer doen, want ik ben het weer een beetje zat. Die verkoudheid merkt je gewoon heel moe. Maar goed, dat is misschien wel herkenbaar voor mensen. Dus ik zou bij deze dag gewoon zeggen, ik zie jullie morgen weer. Doeg! Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 28 november. Ik ben klaargemaakt en ik kom net uit die ijskoude slaapkamer. Oh, gisteren was het echt ook zo erg, want ik was in de slaapkamer om me klaar te gaan maken om naar bed te gaan. En toen bedacht ik me ineens, oh chips, de was zit nog in de droger. Dus toen ging ik weer naar de woonkamer, naar de keuken om de was eruit te halen. En toen merkte ik heel erg het grote verschil, want in de woonkamer was het gewoon redelijk aangenaam. Niet super warm, maar ook niet echt koud. En in die slaapkamer, dan krijg je echt een soort van klap voor je kop, zeg maar. Dat je echt zo denkt van, zo... Dit is heftig. Maar goed, ja, ik kom er net vandaan. En ja, ik heb op zich ook wel prima geslapen met dat kruikje. Dat werkt gewoon heel goed. Dus dat is wel heel aangenaam. Maar je schrikt er wel een beetje van elke keer dat het daar zo intens koud is. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden. En daarna dat programma van de Meilandjes. Dat heette Wat Goed. En dan gaan ze terugkijken zelf op oude fragmenten. En dan gaan ze daar zelf commentaar op geven. Wat op zich best wel grappig was. En dan moest ik zo lachen. Want op een gegeven moment de fragmenten gingen ze verhuizen weer. En dan kwamen ze groeiboekjes en zo tegen. Oh, nou, die kunnen weg, zegt Martien meteen. Dat je echt... En die anderen, nee, natuurlijk niet. Ga je natuurlijk helemaal niet weggooien. Want dat is gewoon hartstikke leuk om nog eens in te zien voor later. Maar hij is al zo makkelijk. Oh, dat kan weg. En dan, nou, ik moest er gewoon een beetje om lachen. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Ben ik nog even verder gegaan met de vlog. En ik heb mijn... Een video voor vandaag online gezet, daar een thumbnail voor gemaakt. Dat ging eigenlijk allemaal wel prima. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik heb vanavond alweer de allerlaatste aflevering, helaas. Ik zat er zo lekker in en toen was het ineens alweer afgelopen. Dat gaat soms zo snel. En ik ben iets begonnen op Videoland, maar ik weet nog niet of het me heel erg trekt. Ik weet zo de naam niet. Dat zou ik even moeten opzoeken. Het is wel Nederlands, maar ja, ik liep er nog niet heel erg warm voor. Ik zal even opzoeken hoe dat heet. Dat heette dus Spectaculair. Dus ja, ik weet het niet of ik het echt wat vind. En bij Videoland staan er ook niet echt matchscores bij wat je al hebt bekeken. Dat heeft Netflix dan weer wel.
Nou ja, toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik heb nog een pakketje binnen, die ga ik jullie eventjes laten zien. En dan ga ik zo meteen even stofzuigen, bakken scheppen en dan ga ik een video opnemen voor zaterdag. En ik neem jullie even mee nog bij het ophangen van de vogelvoorhangers. En ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd ook of er vogeltjes in gaan zitten, want dat betwijfel ik nog een beetje. Maar ik zal eerst even het pakketje laten zien. Oké, ik heb een heel klein pakketje. Ik heb bij Amazon wat besteld. En het komt uit Duitsland. Misschien leuk om te weten. Ik zal even de camera recht zetten. Ik heb een tijdje geleden al eens verteld dat ik bezig ben dingen aan het vervangen in huis. Die ik ooit samen met iemand heb gekocht. Die er dan bij mij nog hangen. Maar ik ben er een beetje klaar mee. Ik ben inmiddels 7 jaar alleen. En ik wil gewoon eigenlijk dat alles nu voor mezelf is. En geen herinneringen meer. Dus ik had weer zo'n item. Ik ga het even proberen open te maken zonder mijn nagellak helemaal te ruïneren. Want, dat vind ik altijd wel handig. Je krijgt ook altijd, het is wel heel klein, een plugje en schroefjes erbij. Dat is heel vaak bij Amazon. Dan ga ik het er eventjes uitpakken. Het is namelijk een sleutelbordje. Ik heb dus nu een sleutelbordje hangen, maar ja. Die is eigenlijk helemaal niet van mijzelf. Nou ja, goed. Ik heb hem niet betaald, laat ik het zo zeggen, volgens mij. Het is goed geplakt. Ik denk zelfs dat ik even een schaartje nodig heb. Ik zal hem even knippen, want dit krijg ik nooit los. Ik zag dus dit hele leuke sleutelbordje. Oké, we doen nu een nieuwe poging om hem eruit te krijgen. Maar hij zit wel goed verpakt. Dat moeten we Amazon nageven. Deze was nu ook in de korting met de Black Friday sale. En dat is deze. Met poesjes erop. Ik vond hem heel erg leuk. Ik weet alleen nog niet goed waar je hem vast moet maken. Oh ja, hier aan de zijkant. Hier aan de zijkant maak je hem vast. Misschien dat die op de oude wel kunnen, maar dat weet ik niet. Maar ik vond dat wel heel leuk. Ik ben natuurlijk een kattenliefhebber en ik vond dit wel heel erg leuk. En dan kun je hier gewoon je sleutels aan hangen. Dus die heb ik nu besteld. Ook zwart vind ik heel mooi. Dus ik ga er van het weekend eventjes mee aan de gang. Ik ga dat nu niet doen. Misschien vrijdag of zo eventjes. Maar in ieder geval, die heb ik besteld. Was ook best wel snel binnen, want hij zou eigenlijk maandag binnenkomen. En toen bleek hij zaterdagavond in de brievenbus te zitten. Ja, toen ben ik niet meer gaan kijken hoor. Toen had ik zoiets van, nou ja, dat komt wel. Maar ik ben er wel blij mee. Dus die had ik gekocht en die was nu nog 11 euro of zo. Geen verzendkosten erbij. En er ging zoveel procentkorting vanaf in verband met de Black Friday. Dus dat was gewoon mooi meegenomen. Dus die wil ik even met jullie delen. Thank you.
zoals jullie kunnen zien, hangen hier de pindaatjes en daar de vetbollen. Dus ik hoop dat ze er zo bij kunnen, maar ja, we gaan wel zien of de vogeltjes hiervan gaan eten. Ik weet het niet. Maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan om de vogeltjes te kunnen voeren. Zo, de laatste brokjes worden hier nu opgegeten. Dan zijn ze ook weer lekker klaar. Ja, ik had een beetje los. Ik had nog even diamond painting gedaan. Maar mijn haren die als dat los zit, dat is gewoon niet zo heel handig. Want dat gaat in die diamond painting plakken. Ik moet zeggen dat het nog best lastig is hoor. Als je geen achtergrond moet painten, want alles plakt zo. Maar goed, ik heb mijn best gedaan. Dus, maar het was een beetje lastig. Ik moest met donkere kleurtjes werken. Dan kon ik niet zeg maar dat... recht dat dingetje er neerleggen wat ik dus had gebruikt, want dan zag ik het gewoon niet. Het licht is gewoon nu niet al te best, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. En nu ook wel weer moe. Video opnemen is gelukt. Dat ging eigenlijk allemaal wel prima. Alleen, ik had weer een beetje last van de zon, dus nou ja, goed, dat is altijd een beetje een drama, maar dat komt allemaal wel weer goed. Ik ga nu in ieder geval zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon een goede tijd. En daarna politie in Rotterdam met Ewout. Ik vind elke week, kan me er elke week wel weer op verheugen. Want ik vind het altijd wel heel mooi om naar te kijken. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken en mijn foto's bewerken. En dan de laatste aflevering kijken van mijn Netflix-serie. En daarna eventjes... weer toch maar eventjes denk de serie op Videoland even kijken of ik er nu wel wat meer van snap. Dus ik had straks nog even contact gehad met de energieleverancier, want ik heb ervoor gekozen om toch mijn contract nu te verlengen voor een jaar, want vanaf januari gaan de prijzen weer heel erg omhoog. Dus die had ik nu vastgelegd, maar ik kreeg dus geen melding dat het, ja, dat het goed was doorgekomen. Dus ik twijfelde een beetje of dat goed was doorgekomen. Maar toen heb ik gewoon zo'n chat geopend, want bellen duurde heel lang. En nou ja, toen hebben ze me uiteindelijk wel goed geholpen. Het was binnengekomen. Ik krijg binnen 5 dagen een brief, zeg maar. En vanaf 1 december kan ik het in de app zien. Dan ben ik in ieder geval voor de nieuwe jaar begint weer eventjes ja, voorzien. Hopelijk dat het allemaal een beetje meevalt qua prijzen, maar dat gaan we wel zien. Goed, ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. Als je op het belletje klikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video weer te mogen zien. Doeg!